Nou, gisteren werd hij al aangekondigd door Unique, de Breeze Mini Quadcopter, selfie drone, hoe je het ook noemt. Een klein formaat quadcopter die binnenkort voor €500, €499 in de winkels ligt. En DroneWatch is de eerste partij in Nederland die er wat testjes mee kan gaan doen. Laat me beginnen met korte specificaties door te nemen. Het is een toestel die voorzien is van een 4K cameraatje. Heel klein in de body van de drone verwerkt. En die is niet bevestigd op een traditionele gimbal. Dus het beeld wordt gestabiliseerd, maar door middel van software, niet door middel van een gimbal. Wat wel het geval is, is dat het cameraatje naar beneden kan draaien. Dus eigenlijk is er sprake van een eenassige gimbal, als je het goed wil zeggen. Nou, verder vind je op het toestel sensoren die de hoogte van de drone in de gaten houden. En een sensortje om de positie ten opzichte van de grond in de gaten te houden. Maar hij heeft ook GPS, dus je kunt buiten ermee vliegen. Dan houdt hij zijn positie, maar ook binnen zal hij zonder GPS ook zijn positie kunnen behouden. Nou, het is echt een heel makkelijk mee te nemen apparaatje. Behoorlijk licht, hij weegt 385 gram, inclusief de accu. Hij is niet helemaal inklapbaar, dus de pootjes zitten gewoon vast aan het frame vast. Maar de propellertjes, die zijn wel makkelijk uitklapbaar. En ook het landingsgestel aan de onderkant, dat heb je zo uitgeklapt. Dus het is gewoon een heel makkelijk mee te nemen pocketapparaatje. Nou, de vliegtijd zou op een opgeladen accu ongeveer 10 tot 12 minuten moeten bedragen. En de accu laad je in ongeveer 40, 45 minuten op. En dat maakt de drone die bestuurd wordt met een smartphone of met een tablet. Dus je hebt geen normale controller met sticks, maar je hebt gewoon een app op je smartphone of tablet waarmee het apparaat kan besturen. Nou, ik ga dadelijk eerst maar eens een paar testvluchtjes maken. Kijken hoe die in de praktijk reageert. Dan zal ik natuurlijk ook wat foto's schieten en wat videobeelden opnemen. Zodat je aan de hand van mijn bevindingen kunt zien wat de Breeze in zijn mars heeft. En zodra die op de markt komt, ergens in september, zou ik aanraden om gewoon eens te gaan bekijken. Om zelf je gedachten over het toestel te vormen. Nou, wat ik net al aangaf, je bedient de Breeze met een smartphone app die ik in dit geval op de iPad mini heb geïnstalleerd. En ik heb twee virtuele sticks op mijn schermpje staan. Eén linker stick om te klimmen en te dalen en om het toestel te draaien. En de rechter stick om voorwaarts, achterwaarts en zijwaarts te vliegen. Dus dat lijkt heel erg op wat ik gewend ben van normale drones. En ik heb verder een slider waarmee ik de camera naar beneden kan draaien en omhoog kan draaien. En ik heb nog wat instellingen waar ik de camera settings kan aanpassen. En ik zie ook de actuele accu-status, het aantal GPS-satellieten. Dus het lijkt een beetje op een combinatie van een app zoals je die wel vaker bij drones ziet. Maar dan met de controls op het scherm gepositioneerd. En heel belangrijk, je ziet natuurlijk ook het live camerabeeld. Nou, opstijgen gaat letterlijk met één druk op de knop. Of een druk en een slide. En het toestel stijgt uit zichzelf op. En vervolgens kan ik gaan vliegen. En ik vlieg nu dus met de virtuele controls. Het is even wennen. Het is denk ik zeker in het begin wat minder precies dan met een echte joystick. Maar het gaat op zich goed. Het waait een klein beetje. Ik moet natuurlijk zorgen dat het niet in de struiken belandt. En ik ga ook ondertussen even wat filmopname maken. Ik ben nu aan het opnemen, dus ik zal dit in het filmpje monteren. En dan verdwijnen alleen mijn controls uit beeld. Even kijken. Ja, je moet even de controls aantikken om ze weer terug te krijgen. En vervolgens, ik ben nu zowel aan het filmen als aan het vliegen, dus ik moet even opletten wat ik aan het doen ben. Het zal wel geen superstabiele film gaan worden, maar dat geeft niet. Het toestel is wel een beetje met de wind aan het worstelen. Het waait niet heel erg hard, maar het toestelletje is wel echt wel flink aan het proberen om stabiel te blijven. Nou, in theorie kun je tot 80 meter hoog vliegen met het toestel. Het zal ook wel enkele tientallen meters waar je vandaan te positioneren zijn. Nou, dat ga ik nu nog niet uitproberen. Is het de vraag of je met een klein drone wel zo ver van je vandaan wil vliegen, want dan zie je hem bijna niet meer. Maar het is wel goed om te weten dat je dus aardig wat bereik hebt. En ik denk dat je dus, zeker als je je huis wil fotograferen of om een mooie shot wil krijgen in een park zoals hier, dat je dan prima uit de voeten kunt.
En ik krijg nu een melding dat de batterij leeg raakt, dus ik ga maar landen. Nou, ik heb een testvluchtje gemaakt. Het ging niet helemaal van de leien dakjes zoals je misschien zag. Ik dacht eerst dat het aan mij lag, maar de software is gewoon nog in een vroeg stadium. Het moet nog wat verder ontwikkeld worden. Dus hij reageerde niet altijd even goed op de controls. Maar nou, het is toch desalniettemin een hartstikke leuke drone. Gewoon lekker klein. Hij vliegt op het oog stabiel. Ik ben erg benieuwd naar de foto's en de video's die uit het toestel rollen. Daar ga ik uitgebreid aandacht aan besteden in een volledige review in een later stadium. Dus voor nu heb ik een goede eerste indruk gekregen. Leuk toestel, een hele nieuwe markt voor Unique. Qua prijsstelling is hij nog vrij fors. €499 is best een hoop geld. Dus het is even de vraag of mensen dat er inderdaad voor over hebben. Aan de andere kant, je ziet in die outdoor industrie en in de makelaarsetting, ja, daar is ook wel wat geld voor handen. En ik ben ook erg benieuwd hoe dat 4K cameraatje, hoe de kwaliteit daarvan is. Dus tot de volgende keer. Abonneer je op mijn DroneWatch YouTube kanaal, zodat je ook de volgende video zeker niet zal missen. Bedankt voor het kijken en tot ziens.